Nu staat hij. Op je boze bol. Is dat echt? Wie wil de intro doen? Hallo, welkom bij de intro. Daar is de camera. Ja, maar je moet toch bij de microfoon? Oké, okay, maar... okay, dat is leuk. De microfoon hoort jou. Oké, okay, even als je gewoon zo praat, hoort de microfoon jou. Dit knipt je gewoon. Je doet alleen maar hoi. Dat is hoi. Nee, maar dat is podcast. Hoi. Goed en zaak, mijn lieve. Hallo en welkom bij de podcast. Vandaag zijn we mij met Colin. Kai. En natuurlijk de enige echte Ivo Robley. Hi. En hij, Kian. En Staf. Die had zichzelf al. Dat is ja, boeien. Oh. Yo, goed. Hij had zichzelf deze podcast gaan wij het hebben over... De testweek. Jongens! School. School. En testweek. En de stress die daarbij komt. Ja, mee eens. Dus we gaan hebben over testweek. Proefwerkweek voor de mensen die niet... Proefwerkweek voor de mensen die niet weten wat een testweek is. Of hoe weet je wat een testweek is? Bij andere scholen heet het niet de testweek, maar proefwerkweek. Jongens, je praat echt heel erg door elkaar heen. Bij het OSC is het blijkbaar een proefwerkweek. Ja, of bij het college van Dukkeren. Maar je zou maar naar OSC gaan. Nou goed, waar heet het allemaal proefwerkweek? Waar heet het allemaal testweek? Goed onderwerp. Ja. Top! Ja, wel zijn de testweek. Maar beginnen wel zijn de testweek. Ja, oh, Erasmus College, lekker bezig, we zijn weer anders. Yeah! Woe! Anders zijn! Altijd anders moeten wij natuurlijk zijn. Okay. Mooi. We vinden houdt. Wat is je vraag, Ivo? Want wij moeten het ergens. Mijn vraag. Jij jouw vraag. Jullie vraag. Oh, wat is ons vraag? Jij bent hoe ging het bij jullie? Hebben jullie denk je hoge cijfers gehad? Ik zie het wel. Deze podcast, hè? Ik zie het wel. Wat hadden we? Ja, we hebben nog geen cijfers natuurlijk gehad. Dus ja, dat is heel jammer. Wat hadden we als eerste toets? Als eerste economie en Frans. Ja, Frans nog niet. Ik zweer het je. Ik vond dat het al Frans nog nergens. Dat was gewoon een gokshow. Ja, Frans was gewoon gokken. Dat was wel meer keuze dan wat je. Bij Frans hadden we allemaal leesteksten. Ja, maar Colin, je had één dus vraag, ging over zeg maar, dan was dat je die in volgorde moest zetten, had hij Bon Appetit niet als laat. Ja, dat weet ik. Dat was echt zo onhandig. Ik ben toch niet veranderd al een beetje. Maar volgorde aan het, bij één zo'n dingetje stond er dan Bon Appetit aan het einde. Het ging over eten. Wat doet deze man, vult hem als tweede in? Ik denk dat sommige mensen in Nederland zeggen waarschijnlijk ook bij je. Mijn woordenschat in het Frans is bonjour. Oui, je bon banket. Yes, yes, dat is het. Croissant. Meer kan ik niet in Frans. Croissant. Dan 5. Ik zit lekker met die kabels. Ik zoek de testrooster. Hey. Ja, die ben ik ook al. Ik denk dat ik best wel gelijk ga staan. Van Ivo zus. Na de testweek, want dat ging best goed. Maar het kan ook dat ik gewoon omhoog ga. Waar staat? Zo, ik kan het hier. Daarna hebben we Duits. Natuurkunde en Duits. Natuurkunde. Toen hadden we... Natuurkunde en Duits, toen... Woensdag 23 Duits. Hadden we biologie en Grieks. Duits ging goed. Ja, we hadden biologie. Ik haal het eruit. Donderdag hadden we... Wat doe jij? Wat doe jij? Wat doen jullie? Jongens, blijf zo van tafel af, man. Maar kijk, er zit allemaal lucht tussen. Ja, dus... Nou, donderdag waren we vrij. Vrijdag hadden we Engels en Irish kinderen. Hey, nee, maar hoe ging je bij jullie biologie? Biologie ging echt goed. Dat was echt makkelijk. Biologie ging goed. Dat was best wel makkelijk. Voor sommige dingen dacht ik, bro, dat moet je gewoon. Maar waarschijnlijk is Lieberger weer teleurgesteld. Maar niet heel te veel. Mag niet meer. Maar misschien... Ja. Ja, altijd wel eens wel dat zeggen de leraren zeg maar van ja jullie hebben het beter gedaan dan alle andere klassen. Muziek. Ben je verder? Dat dan niet. Zo vol met die paal, zo tafeltjes los tegen. Nee. Ja, maar kijk, mijn benen zitten zo. Dit is echt een bestbende man. Maakt toch uit. Ik ga het doen. Je kan toch goed knippen. Oh kijk, we hebben mooie bloemetjes. Quiz, kom dan, hoe heet de bloemetjes? Ja, eens. Hoe heet de bloemetjes, Colin? Kom op! Vendola, kom op. Kom op, dit kan jij. Okay. Dit kan jij, kom. Til. Nee, geen til. Til. Ik weet wel dat dit lavendel is en die andere zou best narcisse. Wel eens narcissen kunnen zijn. Ja, lekker! Weet je hoe ze heten? Trompet narcissen. Oeh, wow, maar. Nee, maar die andere is toch lavendel? In de war. Waarom hangen hier ballonnen? En hebben ze gepraat met jullie vriendelijk kanaal, Ivo? Ja! Waarom ben ik dit ook weer met jullie gaan doen? Nee, maar je had toch ook een quiz? Ik heb ook een quiz! Een quiz? Ja. Quiz, oh, quiz. Quiz. Laten we nu ja, maar ik heb nog geen quiz. Ik heb de vraag nog niet verzonnen. Oh, maar komt hij nu mee? Hey, ik heb echt een goed idee. Kijk. Oh, daar gaan we hoor. Kahoot, ga Kahoot doen met z'n allen. Nee, ga geen Kahoot doen. Spannend. Nou, althans, het zou wel kunnen, weet je. Wat? Kahoot. Ja, maar Kahoot. Ja, maar Kahoot. Maar hoe wil je dat erin gaan zetten? Jongen, Kahoot. Kunnen we ook allemaal even bacon gaan spelen? Ga geen bacon spelen. De testweek, hè. Testweek. Wat vonden jullie het makkelijkste vak?
Ja. Eerst jij, Stef. Ik ben het vergeten. Stef, makkelijk voor. Engels. Ja, ook. En jij teksten zou ik misschien wiskunde. Wiskunde, jij ook. Wiskunde was echt deze keer makkelijk. De laatste opdracht, ik wist ik veel. Ja, die laatste opdracht niet. Ik vond wiskunde echt makkelijk. Waarschijnlijk vindt hij die grafiek natuurlijk van mij heel mooi. Maar voor de rest, ik denk dat ik die vraag wel best wel goed heb. Natuurkunde was ook moeilijk hoor. Ik vond natuurkunde ook makkelijk. Natuurkunde. Jij vond natuurkunde ook makkelijk. Ik ben heel goed in natuurkunde. Natuurkunde snap ik ook achter. Scheikunde snap ik echt geen ene reet van. Nee, scheikunde sloeg nergens op. Nee, scheikunde was gewoon juist man. Gewoon leren. Scheikunde snap ik. Oh, de helft van die checklist komen niet eens in die helft. Nee, dat was zo kut. Ik snap helemaal niet. Iedereen zat ook gewoon die U te leren. Terwijl je moest gewoon die molverhouding gewoon goed leren. Ja, dat kon ik. Molverhouding. En ik wil een super gameplay. Zonder set, man. Ja, Kian, weet je hoe we dat ook kunnen doen? Sorry. Kijk, dan gaan wij gewoon even zo. En dan zien wij zo hier zo de Subway Surfers gameplay. Dit is interessant. Oh, het loopt heel erg vast. Dat is kut. Man. Goed, Subway Surfers gameplay. Dat was even van onze sponsor. Geen sponsor. Doe een piep straks naar de Fristie. Die is heel lekker. Ja, die is er. Fristie is wel lekker. Daar ben ik het mee eens. Fristie of zo kan wel. Maar goed. Ik ben meer Fristie. Hallo boys. Combinatie. Ben je oké? Ben je geestelijk oké? Okay. Ja, Fristie. Ja, grapje. Dat is zieke vorm. Nee, ik weet niet man. Het zijn allebei lekker Fristie. Fristie is gewoon nog frisser. Ja, Fristie is wel fris. Fristie is wel fris, ja. Maar goed, ja, maar dat is lekker, man. Frisse Fristie. Ik weet niet waar we het over kunnen hebben. Vla, over de testweek. Over bijvoorbeeld. Ik hoop nog wel zeggen, we kunnen over de testen niet. Eerlijk, het was kut toen ik een bloedneus kreeg. Kijk je naar maar ik had ook meteen minder tijd. Klas mee? Ja, tuurlijk. Waarschijnlijk wel. Die gaat het sowieso doorsturen naar iedereen. Ik bedoel niet. In de groep zeg maar. Ja, met Don. Ja, met Don. Ja, dat is wel leuk. Dit blijft erin. Even een shout-out naar de hond. Schieten. We gaan het over school hebben. Gisteren met Colin ging ik echt gewoon wie sport. Yo, dat was een goeie. Wie sport was echt cool. Dat was echt leuk. Hé, daar heb ik ook een goed verhaal over. Daan en ik. Focus! We hebben over school. Oh, school. Vakschool. Nee, we gaan geen Just Dance doen. God jezus. Maar dat is weer helemaal trouwens. Maar kijk. Oh, de basisschool. What the fuck. Weet je wat ik vind? De dag na de testweek gespeeld gewoon. De dag na de testweek is altijd zo kut. Omdat. Waarom hebben we deze 2 dagen niet gewoon vrij? Ja, precies. De helft van de testweek is gisteren afgelopen. Gisteren afgelopen. We hebben nog 2 dagen voordat het weekend is. En die dagen niet vrij. Maar ook iedereen is ook opeens ziek. Niemand Frans. Even serieus, al onze docenten zeggen: ik zag ziek. Ik zag de natuurkunde nog. Ja, die zag ik ook gewoon. Die liep gewoon langs bij de kleutjes. Ja, ik maar zag hij nog naar hem wegliepen. Ja, op school. School. Ja, school, maar sluitjes. Nee. Dat gaan we niet doen. Hoezo niet? Dat werkt alleen maar tegen. Ik haal van kortenaar, bestie. Kortenaar, nee, maar we gaan het niet over docenten. Ik kortenaar, denk bestie. Ik denk dat kortenaar dement is. Wat? Of weet je hoezo? We gaan het niet over docenten hebben. Wat zei hij? Hij reageert zo raar. Dus zeg maar. Nee, okay, maar dat kan je echt niet maken. Zoveel gratis paraven. Dat is ook wel weer. Oh ja, goed. Alles, maar wie heeft hier allemaal zijn paravenkaart niet af? We kunnen het over. We kunnen ik het wel best wel aan die hebben. En we kunnen ook met z'n allen gaan. Dat is het mooiste begon alle tijden. We kunnen ook gewoon met z'n allen gaan staan. Staan! Ik ben lui. Nee, laat maar, doe maar niet. Blijf erin. We gaan gewoon lekker zitten. Ik zit hier best prima. Alleen het is wel warm, dus ik heb een vest uit. Wat voor snacks heb jij tijdens het leren? Snacks. Tijdens het leren? Eet je tijdens het leren? Nee, ik eet niet. Ik doe gewoon muziekje aan. Ik ga helemaal. Maar ik ga ook lekker met gewoon muziek, rap, alles aanleren. Ja, eyeball in de rap. Maar gast, als ik rap. Kai is een echte rapper, hij gaat altijd alles rappen. Alleen dan gaat rap battle tussen Kai. Kai, dat gaan we niet doen. Dit is leuk, dit is leuk, dit is leuk. Kai de Haan, jawel, kom maar. Jan, dit is leuk! Nee! Het gaat over school. Wat is dit dan? Ik ga nooit meer een podcast met jullie doen. Maar dit is grappig. Heel veel. Weet je wat het kut is? Hij heeft nu heel veel werk aan knippen en plakken. Ja, maar echt hoor. Knutselen. Om hier nog iets van te maken. De video komt pas in het weekend uit of zo. Nee, volgend jaar. Volgend jaar. Maar ik wil even een stukje rap voor elkaar. Nee. Even een stukje rap voor elkaar. Nee. Klein stukje. Ja, ik moet even. Ik moet alleen de beat opzoeken. Maar. Ja. Nee. Ja. Wat zei je? Ja.
Oh. Alsnog, ook in nog iets van Ivo. Hier komt het rapstukje van Kai. Wat zo hard? Nee, want dat is een Yeah! Wel een Chris, na na na. Telefoon op! Telefoon uit, nu! Even één.